Welkom. Je kijkt naar een uitzending van TV Berchem. Vandaag te gast in de studio iemand die heel veel kan vertellen over het Brabants dialect. Welkom. Hoi. Wil je jezelf even voorstellen eerst? Rini Boeien, geboren in Berchem. Op dit moment wonend in Rosmalen. En ik ben gepensioneerd, dus ik heb de tijd om met allerlei dingen bezig te zijn. Die met onder andere met dialect te maken hebben, met erfgoed te maken hebben. Maar wel allemaal geconcentreerd op Berchem. Ja, want Bergen door het Lint als erfgoedgemeenschap. Ja. Jullie zijn, of jij bent eigenlijk een aantal dagen gevolgd door hen. Ja. Hoe is dat begonnen? Hebben jullie jezelf opgegeven of zijn jullie benaderd? Nee, wij zijn benaderd. Ja, door Erfgoed Brabant. Die waren, want het is inmiddels afgerond. Met een onderzoek bezig naar de erfgoedgemeenschappen in de provincie Brabant. Om eens te kijken van hoe werken die? Wat doen ze het voor? Waar lopen ze tegenop? Wat voor soort onderwerpen behandelen ze? Wij zijn een van de vier erfgoedgemeenschappen waar ze een filmpje van gemaakt hebben. Waar ze een activiteit gevolgd hebben. En er zijn vijf andere erfgoedgemeenschappen. Daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. Dus daar hebben ze bepaalde leden van die erfgoedgemeenschap hebben ze geïnterviewd. En daar is uiteindelijk een onderzoeksnota uitgekomen. Ja. En die andere erfgoedgemeenschappen zijn hier uit de buurt ook? Nou, ik moet even spieken op een blaadje. Ja. die gefilmd zijn. Eentje is, die komt uit Bergen op Zoom. Daar is de Maria Ondergang. Dat is een dankstoet ter ere van Maria in Bergen op Zoom. Er gaat er eentje over het Witte Kasteel. Er is een groep die zorgt voor het onderhoud van de terreinen en de gebouwen van het Witte Kasteel in Loon op Zand. De Bergse Batterij heeft niks met Bergen te maken, maar alles met Geertruidenberg. Er zijn mensen die in de vrije tijd zich verkleden als de stadsmilitie van Geertruidenberg uit 1593. En ook daar is een filmpje van gemaakt en van Bergen door het Lint, dus ja. Ja. Ja, dus jullie zijn gevolgd. Op welke locaties hebben ze jullie gefilmd? Bij mij thuis, om te beginnen. Vervolgens zijn we op verschillende plekken geweest in Berchem. Onder andere in de Tuurend, op twee plekken. We zijn bij de Piekhoef geweest. Uiteraard zijn we ook op de Gement geweest. Ja. Ja, en dan worden jullie gevolgd. Ja. Dat is dan een paar uur in ieder geval, hè, dat jullie gefilmd worden. Of, ja. Nou, die opnames die duren ontzettend lang, moet ik zeggen. Ja, het resultaat is 15 minuten film. Maar ze stonden bij mij om 8 uur voor de deur. En s'avonds om 5 uur kwamen we uiteindelijk bij Dordrecht terecht, waar de rest van ons clubje zat te wachten. Ja. En daar hebben we toen ook nog wel opnames gedaan. En op de dag dat Den Dordt zijn 150-jarig bestaan vierde. Want dat was namelijk het project wat zij wilden volgen, waar wij op dat moment mee bezig waren. Ja. Oké, maar dan ging het project dan over Den Dordt? Ja, 150 jaar Den Dordt. En daar hebben jullie een stuk over geschreven? Nou, zij hebben ons gevraagd van, kunnen jullie als Bergen door het Lint iets doen ter gelegenheid van de 150 jaar bestaan? En een bijdrage leveren in feite aan het programma. Ja. En toen hebben wij gezegd van, nou, dat willen we wel proberen. Nou, vervolgens heeft Leo Hoeks, een van onze leden, die heeft een historische beschrijving gemaakt van de Dordt, het café zeg maar, en de omgeving. Die heeft hij daar dus verteld met fotomateriaal en zo erbij. Ja. Ik heb een verzonnen verhaal in het Bergs uiteraard over wat zich daar zeg maar, binnen het café en de buiten allemaal heeft afgespeeld. We zien door ogen van de grote lindenboom die daar al 120 jaar staat. Ik heb ook een lied geschreven. Dat is gezongen toen door Lambert van Intem. En er is ook nog een filmpje gemaakt. Maar dat is op die dag zelf nog niet vertoond aan de Dordt. Daar laten we in januari geloof ik zien. Dan is het klaar. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, dus dan wordt echt van alles laten zien van de Dordt tot bij jou thuis, zeg maar. En een stukje van Bergen door het Lint waarschijnlijk.
Ja, ik heb op drie locaties in Berchem heb ik het lied Het Dorp. Dat heb ik niet gezongen, want anders dan was het een prima aan te horen geweest. Maar ze hebben mij toen gevraagd of ik de tekst als een gedicht wilde voordragen. Okay. En daar heb ik toen op verschillende plekken gestaan. Die tekst die staat ook in ons boek 50 Kleuren Bergs. Ja, ja. Oh, dat is wel mooi om dan... Ja, dat was wel leuk om te doen. Ja, ja, een keer terug willen lezen. Ja. Ja. Ja, en ze hebben natuurlijk ook gevraagd van wat wij nog meer doen en onze club eruit ziet. Ja, want jullie zijn heel actief. Jullie hebben een boek geschreven, ooit een leesplankje of kalenderachtig iets, dacht ik. Hè? Ja, het Bergs leesplankje. Dat was samen met 50 Kleuren Bergs, dat waren onze eerste producten. Ja. Vorig jaar hebben we het boek, ik noem maar een dwarsstraat, gepresenteerd. Er zijn overigens nog exemplaren van te koop. Oké. Okay, lieve kijkers. Waar kunnen ze die eventueel bestellen? Dat hoeft niet te bestellen. Bij Primera liggen ze nog. Dat kunnen ze zo halen. Ja. Ja, ja. Werkdeurt Lint is inderdaad heel actief. Dat heb ik inmiddels zelf ook al ervaren door bijeenkomsten en het boek zelf. Ja. Ligt er nog meer op de stapel wat jullie gaan doen? Ja, daar kan ik eigenlijk kan ik daar nog niks over zeggen. We hebben wel een idee, daar zijn we mee bezig. Ik denk ook dat het heel leuk wordt. En het tipje van de sluier misschien? Iets. Nou, iets. Waarschijnlijk wordt het een boek. En ik denk dat wij ook de bevolking van Berchem gaan benaderen om materiaal te leveren voor dat boek. Oké. Okay. Waar kan ik er nog meer over vertellen? Wat lastig. Het is nog wel heel geheim. Ja, het is nog heel geheim, ja. ja. Nou, het wordt in elk geval leuk en ik denk dat er sowieso weer 50, 60 jaar historie van Berchem in terecht zal komen. In welke vorm en waarover, dat is allemaal nog geheim. Dat komt nog. Nou. Maar het is weer typisch Bergen door het Lint. Nou, dus het zal met een knipoog zijn naar de realiteit. Ja, dan wordt het vast weer heel erg leuk. Ja. Huh? Ja. Iedereen zal inmiddels wel al gemerkt hebben dat ik gewoon Nederlands praat en jij Bergs. Nou, dus ik heb het tot nu toe nog net gedaan, volgens mij. Ja. Dus het zal wellicht voor iedereen te verstaan zijn. Mm-hmm. Begin januari is er weer een cursus. Jij geeft ook een cursus. Ja. Vorig jaar is er ook een cursus geweest. Ook Brabants dialect heet hij, hè? Nou, het is Maasland dialect. Maasland dialect. Ja, het Bergs dialect valt onder het Maasland dialect. Ja. En het is verkocht als dialect van Os en omstreken. Een cursus wordt gegeven bij de Volksuniversiteit in Os. Dat doe ik samen met Cor Zwanenberg. Mijn kennis over de historie en van bepaalde woorden, de herkomst en dergelijke, die is lang niet zo goed als die van Cor. Ik ben ook nog maar een jaar of 9 in dialect en Cor al 110 jaar, dus dat scheelt. Maar dat was voor beginners en we hebben nu een cursus gemaakt voor gevorderden. En die begint op, 16 januari, als dat op een maandag valt. Het is op maandagavonden, het zijn 7 avonden van 1,5 uur. En dat wordt gewoon weer hartstikke gezellig. Want behalve dat je er iets leert, is het ook gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik heb zelf de basiscursus gevolgd en ik ben geslaagd. Ja, ook dan nog. Ja. Ik was een goede leerling, begreep nou, ik. Nou, laten we het al. En Lambert van Intum die is toen ook komen optreden. Ja. Dat is ook heel leuk met zijn muziek en liedjes en zo. Ja. Het is gewoon een hele leerzame cursus. Niet alleen het dialect, maar ook gewoon wat daar omheen allemaal gebeurt. Hè. Wat er in Brabant, wat eigenlijk in Brabant, Maasland gebeurt, wat er te doen is. Ja. Beetje de achtergrond. Hè. Ja. Dus het is niet alleen zo dat je echt het Brabant of dialect leert, maar ik vond het breder. Daar zal nou die vervolgcursus ook weer zijn. Natuurlijk besteden we weer aandacht aan de taal. Hè, van hoe schrijf ik het? Dat komt toch weer terug. Er komt ook wat grammatica in terug. Maar we gaan nu ook bezig met stripverhalen in dialect. Bekende stripverhalen. Dus Asterix, Suske en Wiske. En dan in het Maasland dialect. Okay. Zal ik voor het gemak zeggen in het Bergs. Ja. Ik denk dat we ook gaan dichten. We gaan ook stukjes schrijven, dus het wordt gewoon hartstikke leuk. Ja. En er zijn nog, als mensen nog geïnteresseerd zijn, dan zeggen van god, dat lijkt mij wel leuk, daar zou ik ook mee willen doen.
Nou, dat is www.volksuniversiteit.nl, daar kunnen wij je aanmelden. Ja, stel dat ze de basiscursus hebben gemist, kunnen ze dan toch instromen? Dat denk ik wel, zeker als je, zeg maar, als je gewend bent om dialect te praten, dan gaat dat best lukken. Je hebt in het begin natuurlijk nog wel wat last met schrijven, maar goed, ik denk dat degene die de beginnerscursus ook gevolgd hebben, dat die ook nog steeds moeite hebben met schrijven. Zoals ik. Ja, bijvoorbeeld. Ja, want nee. dat is gewoon ontiegelijk moeilijk. Het is inderdaad het horen is makkelijk. Tenminste, inderdaad, ik versta het heel goed. Ja. Maar het praten is inderdaad. En dan inderdaad heb je nog verschil tussen praten en praten. Ik kan natuurlijk wel plat praten, maar het echte bergs is echt wel lastig hoor. Ja. Dus, maar het is in ieder geval een hele leuke cursus. Ja. Dus iedereen die zich nog wel op wil geven, kan zich dan opgeven. Die kan zich nog in ieder geval aansluiten. Ja. Ja, een tijdje terug heb je de Kroniek van Brabant heb je gedaan, vanuit de Rabobank was dat, dacht ik. Hè? Ja. Waar behoorlijk wel mensen op afkomen, 1300 ja, bijna 1300, ja. Dat was het grootste publiek wat ik ooit gehad heb in een keer. Ja. Hoe ja. heb je er zelf ervaren om daar te gaan staan of om daar te staan? Ik vond het geweldig. Ja, ik moet zeggen van, dat had ik van tevoren al hoor, van ik heb ook ooit voor een uitverkochte Lievekamp gestaan, maar ja, dat was gelukkig 600 man. Maar als je echt voor honderden mensen, daar vind ik geen probleem. Het is veel spannender als je voor een man of 15 zeg maar moet optreden, want dan zitten heel dicht op elkaar, zo dicht als wij nou. En dan zie je alles, dan hoor je alles. En als mensen in de kerk zuchten, dan denk je, oh jee, die vinden het niet mooi. Oh, ja. Maar als er 1300 man zit, nou, dan hoor je niet. Dan hoor je wel mensen lachen. En dat is gewoon, dat was echt wel een kick. Dat je op een gegeven moment het gevoel hebt van, nou, ik zou een touwen, dus het publiek. Ja. En dat was geweldig. Want heb je daar die avond verhalen voor gelezen of gedichten? Nee, ik heb 5 verhalen voor gelezen. Die heb ik wel natuurlijk op een geprobeerd om een beetje op een leuke manier om elkaar te praten. Want anders dan sta ik alleen maar vanaf papier voor te lezen. En dat is natuurlijk niet echt leuk. Nee. Ik heb ze geprobeerd op een leuke manier om elkaar te praten. Ik had ook wat foto's en wat filmmateriaal zeg maar, in de achtergrond. Om de aandacht zeg maar ook af en toe naar het beeld te trekken en niet helemaal naar mij. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, van ik heb heel veel positieve reacties gehad van mensen. Ja. Dus voor herhaling vatbaar. Wat mij betreft wel, ja. Laat ze maar komen. Toch? ja. Nou, wie weet, hè? Volgende keer weer. Nou ben je heel breed bezig hè, met het Brabants dialect, je zit ook bij Hoessenbos inderdaad, een tijdschrift Brabants, daar ben je redacteur voor. Wat is eigenlijk jouw drijfveer dat je hier zo met het dialect bezig bent? Ja, het gekke is, ik ergens in februari of zo ben ik uitgenodigd door Erfgoed Brabant om een lezing te geven samen met Jos Zwanenberg. En dan zal het onder andere daarover gaan. En daar ben ik al over het nadenken geweest. Ik denk, goh, hoe komt dat nou? Bovendien ben ik pas 10 jaar bezig, nog niet eens is, in dialect. Ik heb wel altijd geschreven, maar in het Nederlands. En ik denk dat het wel te maken heeft met het feit dat je ouder wordt. Dan ga je toch steeds meer terugkijken op vroeger. Ja. Er zijn toch bepaalde waarden zeg maar, waar jouw leven op gebouwd is. Dat is één. En ten tweede is, ik heb een hele tijd in het westen van het land gewoond. Ik woon nu inmiddels weer een jaar of 15 in Brabant, in Rosmalen dan. Dus dan komt ook weer dichter terug bij de basis hè, waar je vandaan komt. Ja. En daarnaast natuurlijk, ik op een gegeven moment vroegen mensen mij van de jongens die toen bezig waren met Bergs woordenboek, van zul je het leuk vinden om mee te doen? Want ik had toen eigenlijk het idee om iets met bijnamen te gaan doen, met Bergse bijnamen. Okay. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja, en nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja, nu hebben jullie ook een mooie club mannen bij elkaar natuurlijk, dat die dat oppakt en die gewoon heel veel mooie dingen al heeft gedaan. Hè? Ja. Dus, ik wil je in ieder geval bedanken voor het interview en heel veel succes verder met alles. Maar dat komt vast goed. Gaat wel lukken, denk ik. In ieder geval tot in januari met de cursus. Ja. Wil je je nog aanmelden voor de cursus van Brabants dialect?
Dan kun je je aanmelden bij de Voortse Universiteit in Os. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer.